Hartelijk welkom bij deel 2 over trauma. In deel 1, het deel over de drie delen van het brein, daar sprak ik over wat trauma eigenlijk is, wat er gebeurt in je brein, als je met een overweldigende gebeurtenis te maken hebt. En je kunt je afvragen, hoe kan het dat als we een trauma ervaren, dat we soms rondlopen met een bepaald gevoel, een bepaalde emotie, en dat we ons niet altijd precies kunnen herinneren wat er nou echt gebeurd is. En dat heeft natuurlijk te maken met ons veiligheidssysteem. Soms is het voor ons prettig om te vergeten wat er precies gebeurd is, omdat het zo overweldigend is. Maar tegelijkertijd het lichaam, je emotionele brein, die kunnen je toch op bepaalde momenten dat er triggers zijn, laten voelen door lichamelijke of emotionele reacties in je lichaam, dat je iets hebt meegemaakt dat overweldigend was. En een manier om daarmee om te gaan is om dat ongemakkelijke iets in je lichaam, om dat weg te stoppen. Om jezelf te helpen om niet meer te voelen. Het kan ook zijn dat je juist in zo'n situatie, als je het voelt, het uit door boosheid. En het kan zijn dat je extra alert wordt, dat je waakzaamheid ontwikkelt in jezelf, omdat je op je hoede bent. En in deze aflevering, deel 2, wil ik met je kijken naar wat nou wel helpt en wat vooral niet helpt om trauma te verhelpen. Toen deskundigen zich gingen buigen over trauma, toen ging het over soldatenziekte. Mensen die terugkwamen van oorlogservaringen en die rondliepen met bepaalde trauma's in hun lichaam. En men dacht lange tijd dat het zou helpen om te praten over dat trauma, om terug te gaan naar de gebeurtenissen en daarop in te zoomen. En inmiddels weten we gelukkig dat het niet helpt om steeds opnieuw de gebeurtenis die gekoppeld is aan het trauma, om die te herhalen. De gebeurtenis die ligt in het verleden. Maar het trauma is iets in je lichaam, een lichamelijke en een emotionele reactie van je lichaam op het trauma, waar je nog last van kunt hebben in het hier en nu. En vooral hoe je daarmee omgaat, daar kun je tegenaan lopen. Je kunt gaan merken dat je vervreemd raakt van een deel van jezelf dat ongemakkelijk voelt. En je kunt ook gaan merken dat je uit verbinding raakt met de wereld om je heen. Dat je wat terug gaat trekken. Het kan zijn dat je rondloopt met een gevoel van schaamte. Of dat je extra alert bent op wat er kan gebeuren. En dat je het liefst terugtrekt. Of dat je juist heel erg vanuit boosheid en frustratie reageert op je omgeving. Al die reacties zijn logische reacties. Want je lichaam is uit balans, omdat je een trauma hebt ervaren. En het helpt om daarna te kijken. Om te kijken naar dat deel van jou dat uit balans is geraakt. En als je daar verbinding mee kunt maken, dan kun je je trauma helpen. En dat is voor sommige mensen best lastig om daar naartoe te gaan. Want het voelt immers heel onprettig en ongemakkelijk. Je wil het liefste van weglopen. Maar op het moment dat je in staat bent om verbinding te leggen met dat stukje van jou dat ooit in het verleden iets heeft ervaren en daar op een bepaalde manier mee is omgegaan, en de manier waarop je ermee omging was vanuit een situatie waarin datgene wat er gebeurde, overweldigend was. Dus je gaat automatisch in je overlevingsmechanisme zitten. Je zou het ook kunnen noemen onze dierlijke mechanisme. Je bent letterlijk aan het overleven. En dan activeer je dus in je lichaam je overlevingssysteem. En die spanning die daarbij ontstaat, die kan in je lichaam gaan vastzitten. En dat voelt ongemakkelijk. En hoe je daar dan mee omgaat, dat is iets wat je niet helpt om die spanning weer kwijt te raken. En als je dus op een verstandige manier wil werken met trauma, dan is het dus belangrijk om allereerst bewust te zijn dat het niet van belang is om naar de gebeurtenis te gaan kijken in het verleden, maar dat het vooral van belang is om naar het gevoel te gaan kijken, de emotionele en de lichamelijke reactie in je lichaam bij bepaalde triggers in het hier en nu.
Want als je dan bij een deel van jezelf kunt ontdekken wat je dan precies voelt in je lichaam, en je doet dat vanuit een veilige omgeving, en je bent in staat om dat even op afstand te doen van jezelf, dat je dus niet in dat gevoel zit, maar dat je daarna kunt kijken. En dat doe je dus eigenlijk met mindfulness. Mindfulness is dat je even afstand neemt van datgene wat je voelt, en dat je er dan op een afstand naar kunt kijken. En dat het dan helpt om een verbinding te leggen met dat stukje van jezelf. Noem het het getraumatiseerde deel. Vanuit nieuwsgierigheid en vanuit compassie. Dat er dus een deel van jou is. Dat ooit op een bepaalde manier gereageerd heeft op een overweldigende gebeurtenis. En dat dat deel nog steeds zich zo kan voelen. En dat die dus jou nodig heeft. Jouw volwassen zelf. In het hier en nu. Om die spanning stukje voor stukje, stap voor stap, weer los te laten. En wat daarbij helpt is om vooral naar dat gevoel te gaan, vanuit mindfulness en vanuit compassie en nieuwsgierigheid. En wat dus niet helpt en niet verstandig is, is om die gebeurtenis zelf, die ooit dat trauma in gang heeft gezet, om die gebeurtenis steeds te herhalen. Want het verhaal bij het trauma, dat kan op een later tijdstip je nog helpen om het te begrijpen. Maar het komt later. Op het moment dat je lukt om verbinding te maken met je getraumatiseerde deel, dan kun je je trauma helpen. En daarbij heb je dus een aantal belangrijke stappen nodig om dat te kunnen doen. Allereerst heb je een veilige omgeving nodig en iemand die je kan helpen om in een veilige omgeving te begrijpen wat je nou precies voelt in je lichaam. Door het te voelen, door er naartoe te gaan, door er contact mee te maken. Want ergens in je lichaam gebeurt er iets. Er is een trigger ergens en er gebeurt iets in je lichaam. Kun je daar verbinding mee maken? En hoe voelt het dan als je daar verbinding mee hebt? En welke relatie heb je eigenlijk met dat stukje van jezelf dat zo ongemakkelijk voelt? En ben je in staat om op afstand te gaan onderzoeken wat dat stukje van jou eigenlijk nodig heeft van jou? Omdat ongemakkelijke gevoel om dat los te laten. En als je dat doet samen met een professionele therapeut, dan ben je in staat om je trauma te verhelpen. Daarmee eindigt deze aflevering van Tijd met Felix. En in deel 3, volgende keer, dan wil ik specifiek ingaan op bepaalde behandelmethodieken die er zijn, om op deze wijze een trauma te verhelpen. Dankjewel voor je aandacht. Ik hoop dat deze video de moeite waard is. Je kunt je abonneren op dit kanaal en ik zie je heel graag bij een nieuwe aflevering. Dag!